Vandaag een antwoord op een vraag van Esra. Nog niet zo heel lang geleden is bij Esra vastgesteld dat ze een verhoogde bloedsuikerspiegel heeft. Alle alarmbellen gingen rinkelen bij haar, want haar moeder is op jonge leeftijd overleden aan de complicaties voortkomend uit diabetes. Suikerziekte. Esra raakte half in paniek, maar toch niet helemaal, want ze besefte zich, ik ben daar tijdig bij en ik ga dat beïnvloeden. Esra heeft besloten vanaf het moment dat ze vernam dat haar bloedsuikerspiegel verhoogd is, om koolhydraatarm te gaan eten. Ze heeft namelijk begrepen dat haar lichaam de glucose in haar voeding, wat aanwezig is in koolhydraatrijke voeding, niet zo goed kan verwerken als een gezond lichaam. Dat haar alvleesklier, wat moe is geworden, wat uitgeput is geraakt, bij wijze van spreken, door schommelingen in de bloedsuikerspiegel, en dat haar cellen ook wat glucose intolerant zijn geworden. En dat je dus eigenlijk je lichaam wat aan het pesten bent wanneer je, nadat je deze diagnose hebt vastgesteld gekregen, stug doorgaat met het eten van koolhydraatrijke voeding. Esra is dan ook koolhydraatbeperkt gaan eten. Met het idee, ja, dan put ik mijn alvleesklier niet verder uit. Dan draag ik zelf niet bij aan hetgeen mijn lichaam kennelijk moeite mee heeft. Kan ik bijdragen aan het in ieder geval niet verder verhogen van mijn bloedsuikerspiegel die te hoog is gebleken. Esra is om die reden graanproducten die nogal rijk zijn in koolhydraten, rijk in het stofje, het molecuul glucose, is ze weg gaan laten uit haar eetpatroon. Ze heeft dus nu eigenlijk een graanvrij eetpatroon. Ze dacht hier goed mee bezig te zijn, maar nu twijfelt ze daarover. Afgelopen week was er namelijk veel in het nieuws over het zogenaamde Pioppi-dieet. Ook dit is een sterk en koolhydraatbeperkt dieet en een dieet welke ook granen, graanproducten uitsluit. Net als Esra ook graanproducten uitsluit inmiddels uit haar dieet. Nu volgt Esra niet het Pioppi-dieet en de vetten die daarin voorkomen en zo, dat is helemaal niet een onderdeel van haar dieet, zozeer daar focust ze niet op. Maar ze heeft dus wel granen, consumptie van granen verminderd of eigenlijk wel behoorlijk weggelaten in haar dieet. En dit is ze gaan vervangen door koolhydraatarme maaltijden die ze heel bewust samenstelt. Nu las ze in het nieuwsbericht over dit Pioppi-dieet, dus een dieet welke ook sterk in koolhydraten beperkt en granen uitsluit, dat een dergelijk dieet welke geen granen, geen volkoren granen bezit, tot vitamine B1-deficiëntie, een tekort in de vitamine B1, kan leiden. Toen ging Esra toch nadenken, want ze weet dat vitamines gewoon heel belangrijk zijn. Ze weet niet precies waar dat allemaal voor nodig is, maar ze weet dat tekorten in vitamines toch dat daar ook wel allemaal nadelen uit voort kunnen komen en dat het dus niet handig is als je dieet een dergelijk tekort veroorzaakt. En de vraag van Esra is nu ook, want ze wil natuurlijk wel dat ze goed en gezond bezig is met deze verandering in haar eetpatroon, het weglaten van de granen. De vraag van Esra is, loop ik nu ook een vitamine B-tekort op nu ik geen granen meer in mijn eetpatroon heb? Nou, Esra, laten we eerst eens bespreken waar onder andere vitamine B een bijdrage in levert. En waarom het dus zo belangrijk is dat vitamine B aanwezig is in je dieet, dat je dieet dit voldoende levert. In jouw lijf moeten voortdurend stofwisselingsprocessen plaatsvinden. Nou, die stofwisselingsprocessen die vergen energie. En dat betekent dat jouw cellen dus wel energie moeten bezitten om stofwisseling uit te kunnen vervoeren. Als jouw cellen geen energie bezitten, dan kunnen ze die stofwisselingsprocessen niet goed uitvoeren. Ja, en dan zou jouw gezondheid verslechteren. Energie kunnen jouw cellen halen uit het molecuul ATP, adenosine trifosfaat. Dat is een molecuul welke wordt verkregen uit de afbraak, ofwel de verbranding van brandstoffen in je cellen. Normaal gesproken, als jij een regulier dieet
koolhydraatbevattend dieet hebt, dan zou met name de brandstof glucose verbrand worden in de mitochondriën van jouw cellen en zal daaruit dat molecuul ATP gevormd worden waar jouw cellen hun energie uit kunnen putten. Maar wanneer jij je voeding sterk beperkt in koolhydraten, dan kunnen jouw cellen deze niet meer uit de molecuul glucose putten en zullen ze regelmatig ATP moeten vormen uit de verbranding van vetzuren in de mitochondriën van je cellen. Nou, dat stofje ATP, wat de energie levert voor je cellen, dat kan niet goed gevormd worden wanneer er te weinig coenzymen aanwezig zijn in jouw cellen. En onder de coenzymen valt onder andere vitamine B1. Dat wil zeggen dat wanneer jouw dieet tekorten vertoont in vitamine B1, of dit nou een koolhydraatbevattend dieet is of een koolhydraatbeperkend dieet, wanneer jouw dieet tekorten vertoont in vitamine B1, dan zal onder andere de energieproductie in jouw cellen verslechteren. Dan zal jouw gehele stofwisseling, want die is afhankelijk van energie in jouw cellen, zal verslechteren. Dus ja, dit moet voorkomen worden, een tekort in vitamine B1. Nou, vitamine B1. Daar zijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheden in opgesteld. En wat is deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor vitamine B1? Dat is 0,1 milligram vitamine B1. Kijken we naar een regulier koolhydraatbevattend dieet met graanproducten, dan leren we dat granen onder andere deze vitamine leveren. Althans, wanneer die granen weinig bewerkingsprocessen hebben doorgemaakt. Wanneer deze gemaakt zijn van de hele korrel. Zijn deze namelijk niet gemaakt van de hele korrel en zijn ze dus niet vezelrijk. Vitamine B1 zit vlak onder dat vliesje. Heb je dus geslepen rijst of brood gemaakt van bloem, dan zal vitamine B1 daar nauwelijks in zitten. We hebben het dan over volkoren granen welke vitamine B1 leveren. Dat leren wij. En bijvoorbeeld, een sneetje volkorenbrood levert 0,04 milligram vitamine B1. Dat wil zeggen dat als jij een regulier koolhydraatbevattend dieet inclusief granen hebt en jij zal zo'n 3 sneetjes volkorenbrood eten elke dag, dan hoef jij je niet druk op te maken om tekorten in vitamine B1 in je dieet. Zegt nog niks over een tekort in vitamine B1 in je lijf, want daarvoor moet het nog wel goed opgenomen kunnen worden. Daar is een goede conditie van je darmwand voor nodig en daar is je gehele eetpatroon, dus niet alleen die sneetjes brood van invloed op, maar dat terzijde. Maar dan hoef je dus geen zorgen te maken als jij 3 sneetjes volkorenbrood binnenkrijgt elke dag, dat jij tekorten hebt in vitamine B1 in je dieet. Betekent dat wanneer je die 3 sneetjes volkorenbrood niet aanwezig hebt in je dieet, zoals jij momenteel, Esra, en nu al een paar weken, dat jij dan tekorten oploopt in vitamine B1, omdat jouw dieet onvoldoende voorziet in vitamine B1. Nee, dit hoeft helemaal niet. Wanneer jij tenminste bewust omgaat met andere bronnen van vitamine B1 en deze bewust integreert in jouw sterk koolhydraatbeperkt graanvrije dieet. Wanneer jij bijvoorbeeld eerder 2 tot 3 sneetjes volkorenbrood at bij jouw lunch en dat nu niet meer doet, maar jij deze vervangt door een koolhydraatarme maaltijd, dan kun jij zomaar tekorten gaan oplopen of kan die maaltijd zomaar tekort gaan schieten in de B1 die eerder in die 2 tot 3 sneetjes volkorenbrood zat. Dit hoeft echter niet. Wanneer jij bijvoorbeeld een lunchsalade gaat maken van minimaal 200 gram groente, Een blikje tonijn op waterbasis, je doet daar zelf een mooie koud gepeste olijfolie, sprinkel je daar overheen. En je doet daar ongeveer een eetlepel. 10 gram. Onverhitte. Zonnebloempitten strooi jij daar overheen, over die koolhydraatbeperkte salade. Notenzaden, pitten worden ook aangeraden. Hè? We weten dat er hele mooie vetzuren in zitten. Waar zorg jij dan voor dat jouw koolhydraatbeperkte lunch alsnog heel wat vitamine B1 levert?
Notenzaden en pitten leveren namelijk ook wel wat vitamine B1. Het verschilt, het varieert in gehalte. En ook groente levert wat vitamine B1, varieert ook gehalte. Gehalte in vitamine B1. Bijvoorbeeld, die 200 gram groente levert zo'n 0,06 gram milligram vitamine B1. Ja, dan ben je nog niet aan die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 0,1 gram. Dus moet je dan opeens 400 gram groente gaan eten? Nou, dat ziet niet iedereen zitten. Trouwens, als je koolhydraat beperkte eetpatroon samenstelt met allemaal koolhydraat beperkte maaltijden en je zou bij elke maaltijd 200 gram groente binnenkrijgen, dat lukt de meeste mensen wel, dus dan krijg je dat zelfs nog wel binnen. Maar los daarvan, zorg je er nou voor dat je koolhydraat beperkte lunch, je lunchsalade, een eetlepel pitjes bevat, zonnebloempitten bijvoorbeeld, dan levert dit al best wel veel vitamine B1. Sterker nog, deze zonnebloempitten geef ik natuurlijk niet zomaar als voorbeeld. Een eetlepel, 10 gram zonnebloempitten, levert 0,16 milligram vitamine B1. Dat levert dus nog veel meer vitamine B1 dan een sneetje volkoren brood. Want dat levert maar 0,04. Je moet 3 sneetjes volkoren brood eten om aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 0,1 milligram B1 te komen. En je hebt al aan 10 gram zonnebloempitten, heb jij al genoeg. En dan komen dan ook nog eens de 0,06 gram, milligram uit de groente bij. Wanneer jij daar maar bewust aan denkt. Dus als antwoord op jouw vraag, Esra, loop ik nu tekort op in vitamine B1? Nu ik geen granen meer in mijn eetpatroon heb, kan. Kan. Wanneer jij niet bewust nagaat waar dat in zit en wanneer jij hetgeen waar dat in zit niet bewust integreert in jouw eetpatroon of te weinig integreert in jouw eetpatroon. Maar als jij zoals net begreep dat al 0,06 gram vitamine B1 gemiddeld in groente, in rauwe toestand, 200 gram groente in rauwe toestand zit. Maar je hebt zelfs begrepen dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid al in een eetlepel zonnebloempitten zit. Zorg er dan voor dat dat gewoon standaard in jouw lunch zit. Heb je en mooie vetzuren krijg je binnen. En mooie vitamines, mineralen en vezels. En vitamine B1, welke de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bereikt middels deze salade. Alleen al. En als we het dan hebben over een wateroplosbare vitamine, zoals vitamine B1 is, welke nogal afhankelijk is van de goede conditie van de darmwand en een intacte slijmvlieslaag in jouw darmen en een goede productie van spijsverteringssappen in jouw darmen. Wat zou dan van gunstigere invloed zijn op de absorptie van vitamine B1 in je darmen? Een maaltijdsalade rijk in groenten en deze zonnebloempitjes? Of 2 tot 3 snee volkoren brood. Nog niet eens wetend wat je daar qua beleg op hebt. Dus nee, je hoeft geen zorgen te maken over een tekort in B1 in jouw voeding. Mits je bewust weet waar dat in zit. Je dit een mooie bron kiest en dat bewust dagelijks integreert in je koolhydraatbeperkte eetpatroon. Bewust is dus het sleutelwoord.